Welkom Leo bij jullie maandreading voor de volgende maand, juni 2022. Dit is een algemene reading voor iedereen die Leo in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. We gaan beginnen met een tweetal orakelkaarten en daarna een tarotlegging. En we gaan gewoon kijken wat eruit mag komen voor de volgende maand, juni. Dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet bij iedereen resoneren. Dus neem gewoon mee wat voor jouw situatie passend is en laat de rest achterwege. We gaan beginnen met het Mystical Wisdom Oracle Deck. Universum, welke boodschap mag er uitkomen voor Leeuw? Voor de maand juni 2022. Voor Leeuw. Juni 2022. Voor de Leeuw. En dat kan zijn, ja, op elk gebied. Leeuw. Wauw. Een nieuw begin. Voor jullie leeuwen. New beginnings. Begin your new life. En dit komt al een aantal malen terug voor de leeuw. Iets wat ja, momenteel wel speelt, denk ik, voor ons leeuwen. Een nieuw begin. En dit kan zijn op het gebied van je carrière, van je werk. Dit kan ook op het gebied van liefde zijn natuurlijk. We gaan kijken wat er uit mag komen van het elfenorakel. Boodschap voor Leeuw voor de maand juni 2022, universum. En het is ongelooflijk hoe snel de eerste helft van het jaar voorbij gevlogen is. Oké, we hebben de verloren en gevonden elf. Leeuw, dankzij de verloren en gevonden elf zul je vinden wat je eens had verloren. Soms kan ze je helpen dingen te vinden waarvan je niet eens wist dat je ze kwijt was. Dus het kan zijn dat je iets gaat vinden wat je al een hele tijd kwijt bent. En waar je je wellicht niet van bewust bent dat je het kwijt was. Je zult vinden wat je eens had verloren. Dit kan ook natuurlijk te maken hebben met meer je authentieke zelf zijn. Voor sommige leeuwen kan het inderdaad zijn dat je jezelf min of meer verloren bent in de afgelopen jaren. En dat je weer meer terugkomt bij je ware ik en daaraan aan het werken bent. Dus we gaan kijken wat de Tilly's voor jullie hebben. Universum, ik wil graag een heldere, duidelijke boodschap voor de leeuw. Een heldere, duidelijke boodschap voor de leeuw. En ze kwamen er al uit. Ik had mijn kaarten nog niet gedeeld. Zo. Nou, dat gaat heel erg snel. En dan wil ik uit mijn volgende stapel ook nog drie kaarten voor de leeuw. En ik wil graag eerst mijn kaarten toch nog een keer schudden en delen. De kaarten zijn voor de schud. En voor mijn eigen gevoel wil ik ze altijd nog een keer schudden en door drieën delen. Universum, ja, leeuw voor juni 2022. Leeuw, juni 2022. We gaan kijken wat eruit is gekomen voor jullie leeuwen. We hebben wreath. Sorry over a loss. Dus verdriet over een verlies. Dus dit kan op dit moment al spelen wellicht. En inderdaad in de maand juni nog een rol spelen. Een bepaald verdriet wat je hebt over iets wat je bent verloren. En we hebben hier de kaart verloren en gevonden. Dus wellicht ja, zit daar een connectie tussen. We hebben een gebroken brug. Een onsuccesvolle uitkomst voor een probleem. Dan hebben we een cobweb. Je bent beschermd, leeuw, tegen negatieve krachten die buiten jouw controle om liggen.
We hebben een wine, een wijnrank. En dit heeft te maken met het uitzoeken van informatie. Informatie die jou verder zal helpen in je situatie. Dan hebben we een ananas. En de ananas heeft te maken met verzoening. Een verzoening. Dus het kan zijn dat er iemand terugkomt uit je verleden. Iemand wil zich weer met jou verzoenen, leeuw. En als laatste kaart hebben we de pijl. You are on the right path. Je bent op het juiste pad. En dan gaat het om een bepaald aspect, een bepaalde richting in je leven. Je bent op het juiste pad, leeuw, is de boodschap. We gaan kijken wat de tarot voor jullie heeft. Welke boodschappen mogen er uitkomen voor leeuw voor de maand juni 2022, universum voor leeuw. Een heldere, duidelijke boodschap alstublieft voor de leeuw. Drie kaarten alstublieft voor leeuw. Welke boodschap mag er uitkomen voor leeuw? Leeuw in juni 2022, universum. Ja, dank u wel. Nog twee kaarten alsjeblieft voor de leeuw. Ja. Kijk, deze die sprong er niet uit, maar stak wel een gedeelte uit de stapel. De lovers, de geliefde, een keuze in de liefde. Kan zijn dat er een keuze gemaakt moet worden in de liefde als het gaat om een nieuw begin wat we hier hebben liggen. Op één kaart. Seven of Cups. Kelken 7. Pentakels 8. En we hebben de Hangman, leeuw. We hebben dus vissenenergie, aarde-energie, stiermaagd, steenbok en waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. Onder op het dek hebben wij de gematigheid, boogschutter-energie. Leeuw, het kan zijn dat je op dit moment het gevoel hebt dat er vertraging is in een bepaalde situatie. Of dat je wellicht meer informatie nodig hebt om een bepaalde beslissing te maken als het gaat om werk met de acht van pentakels. Ik heb het gevoel dat jullie wel aan een bepaald project of aan een bepaalde situatie heel hard aan het werken zijn. Of bereid zijn om je werk, je energie erin te stoppen met de acht van pentakels. Maar er is nog een bepaalde onduidelijkheid over welke richting je precies op wil. Welk doel je precies wil bereiken met de kelken 7. Jullie zijn wel al inderdaad in een energie van ergens aan werken. Dit kan ook zijn werken aan jezelf. Stilstaan bij jezelf, bij je eigen emoties met die hangman en de gematigheid. De gematigheid spreekt van het verbeteren ook van de gezondheid. Dus ik heb het gevoel dat jullie daar aan het werken zijn. Waarom ligt hier de gematigheid? De gematigheid kan ook te maken hebben met geduld hebben in een situatie, balans zoeken in een situatie, balans zoeken in jezelf. Kijk, en de gematigheid wordt verklaard door jullie eerste kaart. Weer de hangman. De hangende. Waarom ligt hier de gematigheid? Vissenenergie. En boogschutterenergie. En hier nog een keer boogschutterenergie. Dus jullie kunnen met een boogschutter of een vis te maken hebben in jullie situatie. Ja, heel sterk boogschutter, vissenenergie. Het kan zijn dat er iemand naar je toe komt. Een ridder van staven hebben we hier. Boogschutterenergie. Iemand die heel erg gepassioneerd is. Iemand die zijn doel achterna gaat. Wat ongeduldig is. En ja, we hebben een kaart van ongeduld. En dan met de gematigheid geduld hebben in de situatie. Balans zoeken. Je kunt te maken hebben met iemand die wellicht
wat ongezonde gewoontes heeft en het is nodig om balans te vinden in de situatie, of dit is je eigen gevoel. Je wil graag een bepaalde richting uit, je werkt heel hard aan een bepaald project waar je heel veel passie voor voelt met de Ridder van Staven. En je wil negativiteit uitbannen, heb ik het gevoel, met een gematigheid kaart. De Ridder van Staven, je hart volgen. Maar met de Hangman, ja, een gevoel van er is meer informatie nodig in een bepaalde situatie. De situatie vanuit een andere ooghoek bekijken, waardoor je misschien een bepaald inzicht krijgt. En dit kan inderdaad ook werk aan jezelf zijn. Waarom ligt hier die Hangman, de gehangene? Ja, de kluizenaar, maagdenergie en de zwaarden 7. Ik heb het gevoel inderdaad dat je werkt aan jezelf, je trekt je terug. Sommigen van jullie kunnen je al op dit moment of in de afgelopen periode teruggetrokken hebben van de wereld om je heen, van vrienden, van familie wellicht. Gewoon alleen zijn en aan jezelf werken. Waarom ligt die zwaarden 7 hier? De zwaarde 7. De zwaarden 7. Wordt verklaard door de kelken 9. En de aas van pentakels. Kan zijn dat je jezelf een bepaald doel hebt gesteld. Met de kelken 9. Dit is zorgen voor je eigen geluk. Vreugde, plezier, dankbaarheid, succes en blijdschap met de kelken 9. En dan hebben we de aas van pentakels. De aas van pentakels staat voor een nieuw begin, een nieuwe mogelijkheid die je krijgt. Het kan te maken hebben met geld, financiële zaken, geldbedrag wat binnenkomt en wat je heel erg blij maakt. Het kan zijn voor sommigen van jullie inderdaad dat je een geldbedrag of een bepaalde aanbod gaat krijgen in de maand juni. Je houdt het voor je met de zwaarde 7. De zwaarde 7, dat is eigenlijk de diefkaart. Iemand die geheimen kan hebben. Dit kan zijn list, bedrog, noem maar op. Maar met deze kaarten, de kelken 9 en de aas van pentakels die de zwaarde 7 verklaren, heb ik het gevoel dat er iets binnenkomt bij jullie. En je deelt dit niet direct met je omgeving. Het is iets wat je heel erg blij maakt, een optie, maar je bent er nog niet uit. Je wil nog een beslissing maken hierover. Is dit het juiste voor mij of niet? Dus je trekt je inderdaad terug. En dan komt hier de staven 7 eruit. Kaart van grenzen stellen, jezelf verdedigen. Maar ook staan voor waar je in gelooft. Dus ik heb het gevoel dat jullie je terugtrekken, de situatie vanuit een andere ooghoek bekijken. En voor jezelf helder proberen te krijgen. Is dit waar ik voor sta? Is dit waar ik voor wil gaan? En het is belangrijk om het alles stap voor stap te doen inderdaad. En niets te overhaasten met de gematigheid wat we hier hebben liggen. Kijk, en deze kaart komt er voor jullie uit. Balans. Twee kaarten nu van balans vinden in een situatie. Gerechtigheid. Dus er zal inderdaad balans komen in je situatie. Waarom ligt hier die 8 van pentakels? De 8 van pentakels voor de leeuw. 8 van pentakels. Nou, kijk. Wederom de gematigheid. Stapje voor stapje werken. Ik krijg ook meteen het gevoel dat jullie heel erg gepassioneerd zijn voor iets. En eigenlijk binnen heel korte tijd heel veel willen bereiken. En het kan zijn dat je daar heel hard voor werkt. Dat je daar heel veel tijd in stopt. En zorg ervoor dat je ook goed voor jezelf zorgt met die gematigheidkaart. Goed voor je eigen gezondheid. En balans vindt in werk en privé. Dus neem ook je rust. Inderdaad, ga stapje voor stapje. We hebben hier een koning van kelken. Iemand die heel begripvol is, heel zorgzaam is. Dit kan iemand zijn die jou advies geeft over het werk wat je doet, over hetgeen waar je aan wil werken. Waarom ligt hier de koning van kelken? Dit kan ook iemand zijn die met jou aan jullie liefdes
relatie wil werken. Dit is iemand die heel veel liefde te geven heeft, de koning van kelken. Behulpzaam iemand. Iemand die emotioneel volwassen is. Waarom ligt hier de koning van kelken? Dit kan ook iemand zijn die jou helpt bij het werken aan jezelf. Bij het vinden van balans in jezelf. Terugkomen naar je ware ik. Verloren en gevonden hebben we hier liggen. Wie is die koning van kelken die we hier hebben liggen? Koning van kelken. Ja, de koning van kelken is iemand die je helpt inderdaad om de realiteit te zien. De situatie te zien voor wat het is. Dit is iemand die jou van advies, advies kan geven en bepaalde inzichten kan geven. In je eigen situatie heb ik het gevoel, want naast de aas van zwaarden hebben we hier de maan. Ja, de maan kan staan voor angsten, dus het kan ook iemand zijn die je helpt om bepaalde angsten te overwinnen. Bepaalde onduidelijkheid in de situatie helder krijgen. Waarom ligt hier de kelken 7? De kelken 7 universum voor de leeuw. Kelken 7 wordt verklaard door de kelken 6. En de zwaarden 5. Zwaarden 5 kan een kaart zijn van zelfsabotage. Je kunt terugdenken over het verleden en denken van, ik ben op dit moment niet op het punt waar ik had willen zijn in mijn leven. Ik heb foute keuzes gemaakt in mijn leven. Waarom heb ik die keuzes gemaakt? Met de kelken 6. Ja, dit kan te maken hebben met teruggaan naar je kindertijd of je kinderlijke zelf. Je ware ik, zoals ik zei, wat we al meerdere malen hier op de tafel hebben liggen. Het heeft te maken met opties. En het kan ook illusies zijn. De zwaarde 5, het kan ook zijn dat je inderdaad negatief blijft denken over een bepaalde situatie. De toren komt daar zojuist uit. Waarom de toren? Waarom ligt hier de toren? Waarom ligt hier de toren? En wederom de 8 van pentakels. De toren, nog een kaart voor de toren. Kelken 3. Onder op het dek. De zwaarden 10. En de duivel. Je kunt te maken hebben met een steenbok. Of een schorpioen. Vissen, kreeftenergie, weegschaal, boogschutter en nogmaals vissen. Er heeft een pijnlijk einde plaatsgevonden in de liefde. Kan zijn met een steenbok, zoals ik zei. Iemand waarvan je het gevoel had niet los te komen, heb ik het gevoel met de duivel. Dit kan iemand zijn met ongezonde gewoontes, zelfs verslavingen. Iemand die de controle wist te houden over de situatie. Iemand die jou kon manipuleren. Waardoor je de situatie niet los kon laten met de zwaarde 10. Maar ik heb het gevoel inderdaad dat je daarvan los gaat breken. Het kan zijn dat deze persoon terugkomt. We hebben hier een verzoening liggen. En we hebben de kelken 3 die er zojuist is uitgekomen ter verklaring van een toren. Torenmoment is een onverwachts ingrijpen vanuit het universum. Iets wat je niet ziet aankomen. Dat kan een verrassing zijn. Maar dat kan ook iets zijn waarvan je het gevoel hebt, mijn wereld wordt onder mijn voeten uitgeslagen. Maar uiteindelijk is een torenmoment een ingrijpen om een positieve verandering teweeg te brengen. En de kelken 3 is goed nieuws. Maar kan ook een verzoening betekenen. Het kan ook zijn dat je bericht krijgt inderdaad over een connectie, een relatie die je hebt gehad met iemand waar je het gevoel bij had op de een of andere manier vast te zitten aan deze persoon. Deze persoon kan ook heel erg gepassioneerd zijn, iemand die een verleiding voor je is of andersom. Het kan zijn dat deze persoon dus terugkomt en inderdaad wil werken aan jullie connectie, een verzoening wil met de kelken 3.
Het kan ook zijn dat je dit definitief afsluit. Je werkt inderdaad aan jezelf. En met de zware 10 ga je een bepaald denkpatroon ook achter je laten. En dit kan met die duivel inderdaad een blokkade zijn die je voor jezelf veroorzaakt hebt in een bepaalde situatie. Het gevoel hebben niet los te komen. En je gaat dat denkpatroon loslaten, die manier van denken loslaten en inderdaad meer werken aan jezelf en je ware ik. Wat wil ik is belangrijk. Werken aan jezelf. Je kinderlijke zelf, speelsheid. Want ik heb het gevoel dat er een hele hoop gebeurd is met de persoon die we hier hebben liggen. We hebben hier die zware 10, dit pijnlijke einde, door een dal gaan. En je bent jezelf misschien verloren in deze connectie, in deze relatie. Je gaat nu hard werken aan een bepaalde situatie. En er komt goed nieuws, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier de kelke 3? Er zijn opties, Leeuw. De kelke 3. En op het moment dat jullie inderdaad te maken hebben met iemand uit het verleden, waar er sprake was van een ongezonde connectie, dan krijg ik het gevoel, mocht deze persoon inderdaad onverwachts weer aangeven te willen werken aan jullie connectie met de zware 5, heb ik nog steeds het gevoel dat deze persoon inderdaad handelt inderdaad vanuit een ander motief. Dus voor zijn eigen gaat voor zijn eigen geluk en niet zozeer voor een gezamenlijk geluk. Waarom ligt hier de kelke 3? Dus ik heb niet het gevoel dat deze persoon veranderd is in de tussenliggende periode. De kelke 3 wordt verklaard door de magier en de koning van pentakels. Magier is iemand die manifesteert. Een heel intelligente persoonlijkheid kun je mee te maken hebben. Iemand die succesvol is. Kan een stier, maagd, steenbok zijn met de koning van pentakels. Kan een tweeling zijn. Iemand die het aardse met het hemelse verenigt. Al zijn talent, al zijn kwaliteiten gebruikt om zijn doel te bereiken. En ik heb het gevoel, ter verklaring van de kelke 3, dat het inderdaad kan gaan om een verzoening. Iemand wil met jou samenkomen. Iemand wil je nou iets stabiels aanbieden. Met die koning van pentakels. Dit is iemand die succesvol is. Stabiliteit, zekerheid zijn heel erg belangrijk. Deze persoon kan ook iets wat obsessief, geobsedeerd zijn door je. Met die duivelenergie. Dit kan iemand zijn die erg gefocust is op passie, op lust. En het kan zijn dat deze persoon, zoals ik al zei, ook een verleiding is voor jou. Maar ja, je ziet de situatie nog niet helemaal voor wat het is en kunt daar geen keuze in maken. Je kunt niet bepalen of dit jou gelukkig gaat maken, dus het is belangrijk om die informatie uit te zoeken over de situatie. Ik wil graag weten wat een eventuele uitkomst zal zijn in deze situatie voor de Leeuw. Jullie zijn vooral aan het werken inderdaad aan jezelf, heb ik het gevoel, Leeuw. Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie voor Leeuw? Een eventuele uitkomst voor Leeuw. Koningin van pentakels onder op het dek. En dan hebben we de keizer in de uitkomst. Staven 10 in de uitkomst. Dus ramenergie, ramleeuw, boogschutter. En de schildknaap van kelken. Waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Waarom ligt hier de keizer? De keizer. En wederom de staven 10. De keizer, dat kan iemand zijn, een autoriteit, een instantie. Iemand waar mensen naar opkijken. Iemand die zeggenschap heeft over een bepaalde situatie, een bepaald iets. En het kan zijn dat deze persoon inderdaad duidelijkheid geeft in de situatie, in jouw situatie, met de zon, de mooiste kaart uit het dek.
En dan de staven 10, zoals ik zei, dus loslaten van lasten. Een soort van bevrijding voel ik hier bijna bij met de zonkaart. Iets waar je over in je hoofd hebt gezeten, geen keuze over kon maken. Met de zwaarden 2. Iets wat echt zwaar op je heeft gedrukt. Met de staven 10 hebben we hier 2 keer. Je kunt je inderdaad fysiek uitgeput voelen, mentaal uitgeput voelen. En het is nu tijd voor verandering, duidelijkheid in de situatie. Je hebt vastgezeten in je hoofd. En met de keizer. De keizer kan ook een vaderfiguur zijn. Dit kan iemand zijn die jou helpt inderdaad met duidelijkheid krijgen in je situatie. Waardoor je die lasten los kan laten en een beslissing kunt maken. En dit brengt vreugde en geluk. Een opluchting, bevrijding. Kijk, onder op het dek hebben we de ster. Hoop en geloof in een mooie toekomst. Een ster. Dit kan iemand zijn die jou ziet als de zon, als een ster. Maar in ieder geval iemand die jou helpt om die lasten los te laten. Dit kan ook je eigen energie zijn. De keizer is iemand van de controle terugnemen, de leiding nemen over je eigen leven. Heel gestructureerd te werk gaan. Dit is iemand die heel analytisch is. Dus je kunt het heft in eigen handen nemen. En de zon staat ook voor healing. De ster staat ook voor healing, voor groei. De zon staat voor groei. Dus ik heb... Ja, kijk. En de staven 10 wordt verklaard door de keizer. Staven 10... Je kunt te maken hebben met een ram. Maar zoals ik zei, dit kan ook jullie eigen energie zijn. We hebben hier de pentakels 9. Succesvol zijn, onafhankelijk zijn, goed voor jezelf zorgen, goed voor je omgeving inderdaad ook zorgen. Je succes delen met je omgeving. Ja, en dit is iemand die heel veel zelfvertrouwen heeft, ja, en inderdaad goed voor zichzelf zorgt. We hebben hier de 9 van pentakels, de keizer, loslaten van lasten. Waarom ligt hier de keizer? De keizer. Ja, ik heb het gevoel dat jullie inderdaad het heft in eigen handen gaan nemen. Dit is een go-getter, de koning van staven. Dit zijn, is jullie energie, ramleeuw, boogschutter. Vurige energie, gepassioneerd, gaan voor een bepaald doel. En je weet wat je wil en je geeft niet op met die koning van staven. Je wil vooruit met de staven 8. Je wil vooruitgang en je gaat nu actie ondernemen. De keizer is een kaart van actie ondernemen. En door die actie wat je gaat ondernemen, inderdaad, het zal succesvol zijn. En mocht je in het verleden, ja... Jullie zitten in die hangman-energie. Je wil hard werken aan een situatie, maar er is nog onduidelijkheid. Ik heb het gevoel dat dit ook te maken kan hebben, niet alleen met je liefdesleven, met het werken aan jezelf, maar ook met je carrière. Met die 9 van pentakels en die keizer. Het kan zijn dat je een carrière-stap switch gaat maken. Je gaat op je doel af. Je gaat die last loslaten. Die last ook van twijfel, geen keuze kunnen maken, onduidelijkheid. Die gaat ervoor zorgen dat je de juiste informatie hebt. En je bent beschermd. Hè? Waarom ligt hier de schildknaap van Kelken? Een verlies uit het verleden. En dat kan te maken hebben met het pijnlijke einde. Met die relatie die we hier hebben liggen. Een ongezonde connectie die er was. Een ongezonde patroon in jezelf wellicht. Een ongezonde manier van denken. Vast blijven houden aan een bepaalde situatie. Daar kun je nog steeds verdriet over hebben. Schildknaap van Kelken. Schildknaap van Kelken. De schildknapen kunnen staan voor boodschappers. En de schildknaap van Kelken wordt verklaard door de staven 3. Wachten tot je schepen binnen varen. Met de staven 3. Dit is plannen maken voor de lange termijn. Positief staan ten opzichte van de toekomst. Je ziet de toekomst voor je. Dit kan ook iemand zijn die erg ongeduldig is, onrustig is. En die naar jou toe komt met een boodschap. Tweeling, weegschaal, waterman. En we hebben weer vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter.
iemand die een toekomst ziet met je. Schildknaap van Kelken kan een boodschap zijn van liefde. Iemand kan je iets aanbieden. Waarom ligt hier de Ridder van Zwaarden? De Ridder van Zwaarden in de uitkomst. De Ridder van Zwaarden. Dit kan ook iets zijn, inderdaad, wat je heel erg blij gaat maken. Wat emoties bij je losmaakt. Iets wat te maken heeft met jouw doelstellingen. Iets wat te maken heeft met je toekomst, met de staven 3. Kan een bericht zijn wat van ver komt. Waarom ligt hier de Ridder van Zwaarden? De Ridder van Zwaarden. En zoals ik zei, het kan iemand zijn uit het verleden die met jou wil verzoenen. En dit kan nogal wat stress, wat chaos opleveren. Iemand ziet inderdaad de toekomst met je. Het is misschien nodig om te reizen. Deze persoon zal misschien naar jou toe reizen om jou een boodschap van liefde te brengen. Maar ik heb het gevoel dat jullie heel veel moeite hebben gehad om een bepaalde situatie met iemand uit het verleden af te kunnen ronden, te kunnen afsluiten, ook voor jezelf. En we hebben hier voor de Ridder van Zwaarden de Koningin van Pentakels. Deze persoon ziet jou als iemand die heel zorgzaam is, als een ideale partner. Iemand die zorgt voor de kinderen, voor het huis, voor het gezin, voor zichzelf ook goed zorgt. Zorgt dat jezelf stabiel bent, een zekere toekomst. Daar zorg je voor jezelf. En we hebben hier de Kelken 4. Deze persoon is zenuwachtig, is bang om afgewezen te worden. Dus dit kan iemand zijn die jou in het verleden heeft afgewezen, die gericht was op passie, op lust. En ik heb het gevoel dat deze persoon, als hij of zij inderdaad weer wil verzoenen met jou, nog niet helemaal veranderd is en nog steeds inderdaad met die zwaarde 5 aan zijn eigen belang denkt. Maar deze persoon is nu zenuwachtig omdat hij of zij bang is om afgewezen te gaan worden. En deze persoon ziet een toekomst met de staven 3. Waarom ligt hier de staven 3? Dus ik heb het gevoel dat er inderdaad een bericht binnen gaat komen, onverwachts. Je verwacht het totaal niet. Maar jullie zijn inderdaad bezig met het werken aan je eigen geluk. Aan je eigen doel, je ambities, je carrière. En dat ziet er heel succesvol uit. Je wil vooruit gaan in de situatie en je wil niet blijven hangen in het verleden. Waar ligt hier de staven 3? Staven 3. Je werkt aan je succes, aan je financiën. Ja, deze persoon voelt een hele sterke connectie met je. En er zal een boodschap binnenkomen. Staven 9. Deze persoon kan zichzelf zien als het slachtoffer van de situatie met de staven 9. Of deze persoon wil inderdaad niet opgeven als het gaat om deze sterke band die hij of zij voelt. En ik heb het gevoel dat jullie ook die sterke aantrekkingskracht, wellicht verleiding, voelen met deze persoon. Maar inderdaad, zorg dat je de juiste informatie hebt. Zorg dat je duidelijkheid krijgt in de situatie. Ik heb het gevoel dat deze persoon wellicht nog steeds ongezonde gewoontes heeft en aan zichzelf denkt. Maar dat is dus wat ik voor jullie heb. Kijk, en dit is wat deze persoon wil. Een passievol, lustvol, nieuw begin. Dus pas ook op dat deze persoon niet alleen hierop gefocust is. En dit kan in het verleden ook al zo zijn geweest. Deze persoon kan jou inderdaad vertellen dat hij of zij een andere connectie heeft verlaten. Dat kan ook het punt zijn geweest in het verleden. Maar met de Hoge Priesteres heb ik het gevoel dat er nog steeds dingen geheim worden gehouden. En de boodschap is: vertrouw op je intuïtie hierin, Leeuw. Jullie hebben een hele sterke intuïtie. En vertrouw daarop. Je bent beschermd tegen negatieve krachten vanuit of buiten jouw controle. En we hebben hier een onsuccesvolle uitkomst voor een probleem.
kan te maken hebben met deze connectie die we hier hebben liggen. Jij bent in ieder geval op het juiste pad als het gaat om een bepaald aspect in je leven. En ik heb het gevoel dat het te maken heeft met je carrière en je innerlijke groei. Je bent op het juiste pad, dus verloren en gevonden. Ik heb het gevoel dat jullie jezelf wat meer terug gaan vinden. Terugkomen bij je innerlijke kind eigenlijk. En een nieuw begin ligt hier. Dus dat is hartstikke mooi, Leeuw. En daarmee ga ik het afsluiten. Resoneer het. Dan geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal. Druk op die bel. Kunnen jullie zien wanneer ik een volgende reading post. En ik wens jullie heel veel succes. Heel veel geluk met alles waar jullie mee bezig zijn. En tot de volgende keer. Dag.